Hi en superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering Bloemschikken. Ik ben Carlijn Tukkers en ik leer jullie alles over bloemschikken. En vandaag gaan we ook weer lekker aan de slag. Dit is een verzoekje, een bloemenwaaier. En deze is geïnspireerd op Hanneke Frankema. Mocht je haar niet kennen, zoek haar zeker op. Want dit heb ik ooit van haar geleerd toen ik zelf nog op school zat. En ik vind het alleen maar leuk dat ik jullie nu ook kan leren. Ze maakt de mooiste en aparte stukken. Dus google haar even of zoek haar op Instagram. En ja, dan vind je vast heel veel inspiratie. Vind je het leuk? Doe alvast een duimpje omhoog en dan gaan we beginnen. Wat ben je hiervoor nodig? Als eerste ijzerdraad. Ik heb 10 stengels. Dit is flexibel ijzerdraad en verkrijgbaar in verschillende kleuren. Ik heb nu voor wit gekozen. En ik gebruik hiervoor jute touw, omdat ik het een mooi en natuurlijk effect vind geven. Je hebt dit ook met ijzerdraad er binnenin. Kun je ook gebruiken. Ook ijzerdraad zelf, wikkeldraad kun je goed gebruiken. Is wel wat lastiger. Maar vandaag laat ik even de basis zien. Je kunt ook verschillende vormen maken. Maar voor vandaag alleen even de basis, omdat het echt al wel een werkje op zich is. Het is een stuk waar heel veel arbeid in zit, dus waar je lang mee bezig bent. Maar we gaan gauw beginnen. Ik heb 10 stelen en ik zorg dat deze al recht langs elkaar liggen. En met die wat langere steel wikkel ik hem onderaan af. En daarmee zet ik eigenlijk die andere ook vast. Zodat die stevig vast zitten. En dan gaan we de stelen uit elkaar doen zoals je al een beetje het waaien effect krijgt. Stelen iets te lang, dus ik ga ze eventjes afknippen. Niet te ver, want je kan er altijd nog een beetje afdoen. Dan pakken we het begin van de jute touw en dan maken we even een knoopje vast, zodat hij vast zit. Zo. En wat je dan gaat doen is eigenlijk weven, dus er overheen, onderdoor, overheen, onderdoor. En dan trek je hem even strak. En dan doe je dan het tegenovergestelde. Dus als ik hier overheen ging, ga ik er nu onderdoor. En dan trek je hem even goed strak. Waar je wel goed op moet letten is dat je door het strak trekken niet je model weghaalt. Maar omdat dit mooi flexibel ijzerdraad is, kun je hem altijd eventjes weer op de plek doen voordat je de volgende ronde maakt. En hier doe je weer hetzelfde, alleen dan weer waar je net overheen bent gegaan, doe je onderdoor. En dit blijf je eigenlijk herhalen. Nou, zoals je ziet krijg je al een mooi beginnetje. Als je het begin hebt, wordt het eigenlijk alleen maar makkelijker, omdat je de handigheid in krijgt. Wil je er nou straks iets speciaals aan toevoegen, kan je er ook tussendoor een kraaltje rijgen. Dat is ook zeker leuk. Je trekt hem elke keer strak. En je past op dat hij wel mooi in model blijft. Overheen, onderdoor, overheen, onderdoor. Het is echt gewoon een beetje weven. Niet zo heel moeilijk. Je moet even de handigheid inkrijgen. En je doet het dus elke keer om en om. Dus waar je net overheen bent gegaan, ga je nu onderdoor. En dit is eigenlijk de basis. En je kan er eventueel ook nog allerlei vormen in maken. Maar nu houden we even de basis aan. Omdat we hem straks ook nog mooi gaan aankleden.
Nou, dit blijf je herhalen en dan krijg je al een heel mooi effect. Goed, ik zal jullie even één dingetje laten zien hoe je er bijvoorbeeld een vormpje in krijgt. En dan kun je daar zelf eigenlijk mooi mee gaan spelen. Waar je normaal dus overheen, onderdoor, overheen doet, sla je er nou eentje over. Dus ik maak wel die wikkeling aan de onderkant. Ik ging er normaal dan twee keer overheen, of één keer overheen, dan ga ik er dan twee keer overheen. En dan wikkel ik hem een keer om de steel, zodat je bij het eind ook doet. En dat doe ik ook bij de volgende. Dus ik sla er twee over, dan maak ik een wikkeling eromheen. Sla ik er weer twee over en dan doe ik de wikkeling omheen. En dit doe je nou eventjes hetzelfde. Dus dan ga ik er weer overheen, maak een wikkeling. Ga ik er weer overheen, maak een wikkeling eromheen. Dus ik draai er een keer omheen. En ik doe nogmaals hetzelfde. Je zult zien dat een van de ijzerdraden al iets naar voren gaat staan. Maar omdat dit zo flexibel is, kun je dat zo weer terugbuigen. En als je dit vaker herhaalt, zul je zien dat je waaier een ander patroon krijgt. Nou, dit kun je ook bijvoorbeeld om en om doen om even een wikkeling te maken. Maar daardoor krijg je waaier een ander effect. Zorg wel voor dat je waaier wel in model blijft. Dus dat je hem op de goede manier blijft aantrekken. Goed, en je ziet hier al dat er verschil komt. En aan deze kant komt een heel mooi patroontje. Zoals je ziet is deze nou elke keer omwikkeld. Dus geeft net een ander effect. Ik ga nu weer verder met de ouderwetse manier. Want je kunt dus ook echt afwisselen. Dan krijg je ook een heel leuk effect. Want dan krijg je banen. Ik ga nu weer gewoon op de makkelijke manier verder. Dus overheen en onderdoor. Dus waar ik net overheen ben gegaan, ga ik nu weer onderdoor. En dit blijf ik gewoon weer op die manier herhalen. Dit kan je natuurlijk ook mooi doen met leuk lint of touw, wol. Ga zo maar door. Als je maar echt die basis hebt van de flexibele ijzerdraden. Die kun je dus ook in verschillende kleuren gebruiken. En zo kan je ook andere kleuren toepassen. Dus dat is ook heel leuk. Zo, we zijn even een tijdje verder. Maar hij is klaar. En omdat ik jullie toch wel laat zien wat het kleurverschil doet met een beetje wol ertussen, heb ik hetzelfde dus gedaan met het wol. En dan hebben we echt een hele mooie basis. En dan gaan we met de stelen die te lang zijn, gaan we oprollen. Zoals je ziet heb ik dat aan deze kant al gedaan. En daarop gaan we weer droogbloemetjes bevestigen. Zoals je ziet is de baas helemaal klaar en dan kun je hem eigenlijk gaan versieren zoals je zelf wil. Ik heb de onderkant ook nog even mooi afgewerkt met een beetje jute touw, zodat het allemaal weer mooi terugkomt en het één geheel is. Zowel het witte als het jute als het roze. Hierbovenin ga ik ook nog weer roze bloemetjes verwerken.